landschap en uit het mooie Kreta. De zon is zo ontzettend scherp. Maar vandaag gaan wij iets doen. We gaan namelijk na het ontbijt een taxi regelen. En dan gaan we naar de oude stad. Zo fel. Ik vind het heerlijk dat het heerlijk weer is. Alleen, ik ben gewoon de warmte niet gewend. Maar het is wel lekker. Hoedje op, want de zon schijnt zo fel. We zijn in Old Town. We zijn er met een taxi naartoe gekomen. En eerste indruk, pretty. We gaan gewoon eventjes lekker wandelen. Er is aardig wat open tot nu toe, voor zover ik kan zien. Maar het is niet druk. Het is helemaal niet druk. Het is wel heel erg mooi. We lopen nu door een straat dat heet, of nou ja, White Umbrella Street. Je hebt hier dus een halletje, een steegje, ik weet niet hoe je het noemt. Met allemaal witte, wat is umbrella in het Nederlands? Paraplu's, wow. Kijk hoe ze, oh my god, dit is toch cute. Dit is echt een en al vakantiegevoel. Wat ons opvalt is dat ze hier in de restaurants mondkapjes en handschoenen gebruiken. Dus het is zo fijn, ik voel me dan echt heel erg fijn. En ik ben blij dat het niet uitgestorven is. Als de oude stad echt uitgestorven zou zijn, dan had ik me niet op mijn gemak gevoeld. En nu is het van, ik loop rond en kijk letterlijk mijn ogen uit. Oh, dat is leuk en dat is leuk. Dat is alweer een tijd geleden dat ik op vakantie was. Dus dan, ja, ik geniet hier wel van. Allemaal leuke winkeltjes. Ik ben benieuwd of ik veel ga kopen. Voor de sprookjesliefhebbers hebben een ijszaak, ja. Van Hans en Grietje. Hans en Gretel. Aan de ene kant best wel creepy, want dat is echt een huge pop. Maar ook wel cute. Nou, als we een ijsje willen, weet ik waar ik hem wil halen. We zijn even uit de drukte ontsnapt. En we vragen waarschijnlijk af de drukte. Ja, ik weet niet wat voor weg het is, maar we zitten nu in het park. Maar bij het park is het, of zeg maar aan de weg van het park, is het zo druk. Heel veel auto's, cafés die best wel veel planten hebben. Dus in dit gedeelte denk ik, oh, corona wel, weet je, letterlijk dat. Aardig leven. Ik ga niet constant het hebben over hoe druk of hoe rustig het is, maar dit is hoe ik het op dit moment ervaar. Prima te doen. Het is echt warm. Ik ga het echt heel vaak nog even op. Ik zeg het is echt warm. Dus het is wel even lekker om de schaduw op te zoeken. Prima parkje. Ik heb geen idee wat voor park het is. Maar er staan heel veel bomen of course. Maar ook kaartjes eraan met wat voor soort boom het is. Dus dan leer je ook iets meer over planten. Over bomen. Dit is het park waar we nu zitten. Municipal Garden, als ik het goed heb. We hebben voor nu de oude stad verlaten en we lopen nu op de boulevard. Het is best wel een aardig stuk, maar we gaan gewoon even wandelen. Lekker tussen de palmbomen. We zijn bij een plekje genaamd Bora Bora. Ja, even kijken, waar is de kaart? Dit is de kaart. Ik vind het echt schattig. En eigenlijk willen Rich en ik stiekem naar Bora Bora, maar dat is een beetje prijzig en ver. Maar we zijn nu ook soort van bij Bora Bora. Heel anders. Natuurlijk, ja, even kijken, wat hebben we hier? We hebben heel veel etenswaren. Prijzen vallen wel mee. Ik ben benieuwd hoe grote porties zijn. Dit is mijn lunch. Dit kostte €4,50. Op zich ben ik dat nog wel meegevallen. Ik heb pineapple juice en jij hebt een sandwich met aardappel? Ja, aardappel volgens mij en dan met kipperoog. En ik wacht, dat was volgens mij €4,50. En dit was €4. Of andersom, ik weet het niet eens. Dat maakt niet. Maar het is niet duur. Het is niet duur. Het ziet er echt top uit. Zo ben je in de stad en zo ben je weer in het hotel. Het ritje hier naartoe is zo kort eigenlijk, iets van 10 minuten, misschien nog niet eens. En qua
taxikosten valt ook wel mee. Heen hebben we €12 betaald. En toen moesten we ook nog een stukje verder rijden. En nu was het een, ja, een stukje minder als het ware. En was €8. Prima te doen. Ja, ik vind de taxiprijs altijd wel redelijk hoog. Maar soms met vakanties denk je, ja, dat moet maar. We konden ook met de bus gaan, maar de bussen hier gaan niet zo vaak. Ik weet niet of een van jullie ook wel eens naar Creta is geweest en wel met het openbaar vervoer is gegaan. Ik weet niet of het een prima ervaring is, maar ik vind het toch wel wat gemakkelijker om lekker met de taxi te gaan. Maar we zijn dus weer in het hotel. Ik heb hem in kunnen houden. Ik heb niet echt geshopt daar. Ik heb voornamelijk een beetje gekeken van wat er allemaal was en voornamelijk gegeten. Het is wel echt een lekker plek om te zijn. Dus mochten we niet weten wat we willen doen tijdens deze vakantie, is Old Town en de boulevard wel echt een topplek om te zijn, maar ik hield het gewoon ook niet meer vol met de warmte, dus dacht even lekker terugtrekken, misschien een tukkie doen, misschien in het zwembad of in de jacuzzi chillen. Hele goede avond. Wat is er nou beter dan de dag afsluiten met een ontspanningsmomentje in de jacuzzi, Jongens, ik dacht in het begin, toen ik deze upgrade nam, of nou ja, toen wij deze upgrade hadden genomen, dacht ik echt zo van, oh, dit gaat echt zonde van ons geld zijn. Maar vanaf dag 1 heb ik zo geen spijt van de investering van de upgrade. Ik forceer mezelf ook een beetje om elke dag hier gebruik van te maken, anders is het een en ander zonde. Maar hier geniet ik echt oprecht van. Ik ging trouwens net ook eventjes kijken wat hier in de buurt te doen is. Maar eigenlijk zitten we best wel op een... Ik wil niet zeggen een rotplek, maar ik heb dit hotel niet echt goed uitgekozen. Het hotel zelf is top, alleen een dichtbijzijnde plek waar we naartoe kunnen is dus de oude stad van... ik kan deze stad niet uitspreken, maar de oude stad dus. En voor de rest is alles echt mega ver. De taxiprijzen zijn enorm hoog, zeg maar vandaag hadden we iets van €12 voor één ritje uitgegeven en dat valt nog reuze mee. Maar we willen ook, ja, ik wil eigenlijk naar Heraklion. Alleen één rit is al €85 en je kan ook met de bus, maar ik heb liever nu met, ja, helemaal tijdens deze pandemie heb ik liever niet dat ik in een vreemd land in het openbaar vervoer zit. Dus en dat is belachelijk veel geld, dus ik twijfel of we dat wel moeten doen. Dat is echt veel geld om alleen eventjes een middag naar de stad te gaan. En we hebben allebei wel een rijbewijs, maar we zijn nog niet, zeg maar, zo safe achter het stuur. Dus een auto huren is voor ons ook niet echt weggelegd. Dus het is een beetje, ja, we gaan sowieso nog een keer naar de oude stad en naar de boulevard. En daar zit het helemaal top, want ik heb ook wel eens een Creta vakantie gehad toen ik in Chersonisos was. Toen had ik letterlijk niks gedaan, toen had ik Chersonisos niet eens verlaten. En je kan je prima vermaken. Maar ja, ik vind het wel jammer, want ik ben wel een ondernemend type als het gaat om vakanties. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben en ik probeer er sowieso zoveel mogelijk van te genieten. Een hele goede avond, wij zitten bij The Movies. Dit is een stuk van het hotel waar er een open air cinema is. Wat voor film staat er vanavond op de planning? Serpico. Het zegt me helemaal niks, maar volgens hem is het een goede film. Het is een oude film uit 1973. Dus, ja, op dit moment is hier niemand. Nee. Ik weet niet of er mensen van af. Privé bioscoop inderdaad. Ik weet niet of mensen van af weten, want er is vroeger net. Want er is wel een schema in het hotel. Maar het is echt, laten we zeggen, overhoop gaan. Want eerst zou er vandaag wat anders zijn. Maar we zitten gewoon hier. We zien wel of er een filmpje aangaat. En dan gaan we gewoon lekker chillen. En lekker bij de weg. Dagen vliegen hier echt voorbij. We zitten hier al bijna een week. En wat hebben we eigenlijk gedaan? Bijna niks. En eigenlijk maakt me dat niet zoveel uit. Ik vind het wel even lekker om... lekker simpel de hele tijd in het resort te blijven of in het hotel te blijven. Lekker aan het zwembad, chillen, mijn gedachten op nul zetten.
Zo'n vakantie is soms ook al fijn. Maar we gaan later deze week nog een keertje naar de oude stad. Want ik vond dat heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel even lekker om er tussenuit te zijn. Maar het leek me wel leuk om met jullie te delen wat voor make-upjes ik nou mee heb op vakantie. Zoals je waarschijnlijk kan weten draag ik overdag niet echt make-up. Want als ik ga zonnen, dan heb ik liever niks op mijn gezicht. Maar 's avonds vind ik het wel even fijn om op te maken. Dit doe ik niet elke avond, maar af en toe vind ik het wel chill. Om mijn gezicht toch een beetje op te frissen gebruik ik een make-up doekje. Ik heb ook micellair water mee. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik qua reiniging mee heb. Niet veel. Dan heb ik een lipbalsem. Dan heb ik een cremetje. Ik heb bijna alles overgepot naar reisformaten. Oh. Ik heb foundation mee in een potje. Dit is mijn Dior foundation. Niet altijd gebruik ik dit. Ik heb ook heel weinig meegenomen. Maar soms vind ik het wel leuk om een beetje foundation aan te brengen. Ik betwijfel nu of dit wel de juiste kleur is. Omdat ik een klein beetje een kleurtje heb gekregen op mijn gezicht. Een beauty blender. Dip het erin. Kijk, ik heb nog niet alles erin gedept, maar ik heb ook concealer van Catrice. Ik merk erg als ik op vakantie ben dat ik helemaal geen behoefte heb aan make-up. Dus eigenlijk 90% van de tijd ben ik koos make-uploos. Voordat ik hier naartoe ging heb ik ook een lash lift gedaan. Zodat mijn wimpers lekker gekruld blijven. En thank God, ik ben zo blij dat dat bestaat. Dan gebruik ik dit palet. En dit is een bronzer en highlighter in één. Highlighter. Ik vind het ook mooi om een klein beetje bronzer op mijn ooglid aan te brengen. Dan wordt het tijd om iets aan mijn wenkbrauwen te doen. En hiervoor gebruik ik mijn all-time favorite Anastasia Dip Brow. Ik borstel mijn wenkbrauwen even door. Ze zijn een beetje wild. Ik merk dat ik mijn wenkbrauwen moet epileren. Alleen ja, ik heb geen pincet mee. Dat is niet zo slim. Als dat erop zit, breng ik ook nog een beetje mascara aan. Ik kan het ook zonder mascara dragen. Dat vind ik ook gewoon prima. Dan lipstick. Ik gebruik Velvet Teddy van MAC. Dit is mijn go-to lipstick. En deze is ook bijna op. Maar dit is ja, mijn laatste stompje. Ik heb in Nederland nog wel een redelijk zeg maar, gevulde variant. Deze lipstick droogt mat op. En om het een beetje shine te geven gebruik ik mijn Dior lipolie. Soms doe ik dit onder mijn lippenstift en soms doe ik het eroverheen. En dit is dan mijn vakantie make-up look. Eigenlijk doe ik grotendeels van dit. Ook als ik thuis ben. Maar dit is wat ik nu in de avond vaak op mijn gezicht aanbreng. En alles wat ik mee heb zit in dit make-up tasje. Goedenavond. We hebben net heerlijk gegeten, zoals gewoonlijk. Ik zit nu aan mijn homemade lemonade. En vanavond is er een gitaaroptreden. Pas over een uur, het is nu 8 uur. Maar ze zijn nu al dingen aan het klaarzetten. Maar we gaan gewoon lekker chillen. Van de zonsondergang genieten. Prima avondje. Goedemorgen. Vandaag hebben wij een dagje strand. Je hoort waarschijnlijk de wind, maar dat kan ik helaas niet aan doen. We zitten bij... Blue Lagoon. Ik wilde zeggen bij een strandtentje genaamd Blue Lagoon. We zijn de enige gasten op dit moment. We hoorden net dat er vandaag wel een feestje zal zijn. Ik ben benieuwd hoe druk dat zal zijn, maar ja. Dit is de Beach Club. En het is echt heel erg cute. Zeg maar daar binnen, dus buiten. Maar zeg maar waar de bar en zo staat, is zo schattig ingericht. En deze
Parasoeltjes zijn leuk. Dus hier gaan we even lekker chillen. Richie zit op dit moment in de zon. Ik in de schaduw. Ik ben meer een schaduwtype. Maar we kunnen ook straks even switchen. Ik wil lekker bruin worden. Ja, deze man. Ik weet even niet of ik je goed kan zien op het schermpje. Maar deze man wordt zo snel bruin. Lekker joh. Ik doe er wat langer over. Maar ik vind dat helemaal prima. Deze meid is niet zo'n hele grote fan van het strand. Zeg maar, ik vind het een beetje vind ik tof. Ik zei dat ook al tegen Rits. Alleen ik haat het zand. Dat is echt waar ik een groot hekel aan heb. Oh, en wanneer gaat de zee in? Vaarwel, wees voorzichtig. Wat wel echt een nadeel is hiervan, is dat hier, zeg maar, ja, de grens van de zee en het strand, liggen heel veel stenen. Dus deze gaat wel met slippers erin, want we hebben geen ja, waterschoentjes. Dus ik hoop dat het goed gaat. Hoe was het? Lekker. Ja, was lekker. Ja, lekker nu in de zon chillen. We zijn nog steeds op het strand en we hebben een soort van lunch besteld. We hebben een club sandwich met patat. Het ziet er zo lekker uit. Patat, nou ja, aardappels. Voordat je het weet vliegt de vakantie voorbij. We zijn hier al een week. Het is vandaag maandag. En we hebben nog een paar dagjes te gaan. Echt in het begin dacht ik, oh, we hebben nog wel een tijd. Het gaat toch niet snel voorbij. Maar het gaat intens snel voorbij. Ook al doen we niet heel veel en zijn we voornamelijk aan het relaxen. Normaal gesproken, als je niks op een dag doet, gaat de dag heel langzaam. Maar ja, je begint de dag met ontbijt. Voordat je het weet, ga je al lunchen. En dan heb je net geluncht en dan is het alweer tijd voor avondeten. Dan denk ik, wow. Ik weet niet of jullie dat ook zo meemaken als jullie in een all-inclusive hotel zitten. Dat je echt denkt van, oh, ik heb net nog gegeten. Het is wel echt een hele fijne vakantie. We gaan vandaag weer naar de oude stad. Daar heb ik heel veel zin in om weer een beetje rond te wandelen. En hierbij sluit ik ook deze vlog af. Er komt nog een derde vlog aan. Dus de vlog van nogmaals de oude stad. Net als aan het begin van deze vlog nam ik jullie ook mee. Maar we gaan kijken of we nog andere dingen kunnen ontdekken. En natuurlijk zal ik de terugreis ook vastleggen. Dus mocht je benieuwd zijn naar dat deel van mijn vakantie, kijk dan vooral de volgende vlog. En hopelijk zie ik jullie allemaal daar.